Uitgerekend vandaag op 29 oktober 2020, Wereldberoertedag, wil ik jullie even laten kennismaken met een nieuwe ontwikkeling vanuit het ziekenhuis van Geel. We hebben hier bij ons op het toestel een voorbeeld van Synapse. Synapse is een webtoepassing die wij ontwikkeld hebben voor onze beroertepatiënten. In een later stadium zullen we daar zeker ook voor andere patiënten gebruik van maken. Maar nu hebben we Synapse zover dat er verschillende patiënten hiermee kunnen werken en dat het dus ook hoog tijd is dit even aan de huisarts voor te stellen. Wat is Synapse? Synapse met 1 P kennen we als de plaats bij uitstek in het zenuwstelsel waar gegevensoverdracht plaatsvindt. Synapse met 2 P, dat is de woordspeling, is een webapplicatie waar we willen op een goede manier gegevensoverdracht doen, in dit geval naar onze beroerte patiënten. Synapse is dus een webapplicatie en die is ontwikkeld door de neurologen in samenwerking met LikaLab van Thomas Moor, in nauw overleg met collega's van jullie via VHKZ en ook het Sociaal Huis in Geel. De financiering die is voor een deel privéfinanciering, voor een deel de provincie Antwerpen. Ik laat jullie nader kennis maken op het scherm met Synapse. Daar staat heel kort wat uitleg over de 4 enthousiaste jonge softwareontwikkelaars die hieraan gewerkt hebben. Het belangrijkste is uiteraard wat de patiënt te zien krijgt. Onze patiënten krijgen een voor hen uniek loginnummer. Dat is aangemaakt met naam en geboortedatum, waarmee zij toegang krijgen tot informatie die afgestemd is op maat van de individuele patiënt. Ik heb hier even een proefdossier. De bedoeling is nu dat we hiermee op een vlot overzichtelijke manier met eenvoudige en klaar taal heel kwaliteitsvolle informatie gaan kunnen doorgeven. En dat vooral met de bedoeling om de zelfzorg, het eigen initiatief te stimuleren, zowel voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de mantelzorger, de familie, de partner. In Synapse opnieuw weer wat uitleg over hoe de applicatie kan gebruikt worden. Dit wordt ook meestal bij het eerste contact toelicht met wat hulp. En daarin vindt dan de patiënt informatie over zijn aandoening. Dit is echt toegespitst op de individuele situatie van een patiënt, de verschillende types beroerte, de verschillende medicijnen, waarin algemeen bloedverdunnende medicatie en ga zo maar voort opnieuw op een heldere manier toegelicht worden. Ook alarmklachten of veelgestelde vragen kunnen op deze eenvoudige manier aan bod komen. Ik ga even terug. De patiënt heeft ook de mogelijkheid om een aantal registraties te doen. In dit geval hebben we al een bloeddrukregistratie werkende en wordt daar ook een grafiek van gemaakt. Wij krijgen als behandelaar van de andere kant hier zicht op. We hebben ook een chatfunctie, we hebben een mailverkeer waardoor dat gerichte informatie uitgewisseld kan worden. Misschien is het ook goed om duidelijk te stellen wat Synapse niet is. Synapse is geen patiëntendossier, er staan geen GDPR-gevoelige gegevens in. Het is eigenlijk meer een Dr. Google, maar dan met de kwaliteitsgarantie dat wat er gezien wordt, wat er opgevraagd wordt, wel degelijk van toepassing is, dat er geen foute gegevens uitgewisseld worden. Dus we hebben hierbij ook geen GDPR-problemen. Het is geen afsprakensysteem, alhoewel het zou kunnen dat uit de chat er aanleiding is tot een raadpleging, maar het is niet de eerste bedoeling om hier een afsprakenbeheer op te bouwen. Het is zeker geen videoconsult, het komt niet in de plaats van een raadpleging en laatst, maar zeer belangrijk, het is geen vervanging van dringende zorg. In de toekomst
zal de inhoud aangepast kunnen worden wanneer bijvoorbeeld nieuwe behandelmogelijkheden, nieuwe medicijnen aan bod komen. En zoals eerder gezegd, plannen we ook om, wanneer dit goed blijkt te werken, wanneer de ervaring er goed mee is, uit te gaan breiden naar andere patiëntengroepen. Maar dat is de toekomst. In Synapse is er voor de patiënt ook een berichtenfunctie, die staat hier rechtsonder. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige user interface waarmee een bericht kan gestuurd worden. Wij van onze kant zien aan de kant van de verpleging of van de arts de vraag komen. We garanderen dat die eenmaldaags bekeken worden en de gegevensuitwisseling die hier gebeurt zijn korte vragen, heel to the point. Iemand die een probleem heeft, kan daarmee rechtstreeks bij de arts, hoeft niet via de telefoon of mail te verlopen. Maar zoals gezegd is dit niet de bedoeling om een echte volledige raadpleging, laat staan videoconsultatie, te gaan doen. Daaruit gaan we ook wel leren om de lijst van de frequent gestelde vragen aan te vullen en vervolgens die al eerder beschikbaar te stellen. De patiënt verstuurt het bericht en krijgt dan een vermelding in zijn lijst en ziet wanneer het antwoord komt.